Nee hoor, ik zat op het meter, dus nu kan ze omkleden voor Romein. Dus ik kom vandaag niet in de meter. Behalve zo even, om materiaal terug te halen. Ja, is echt zo. Dus, Ik ben gewoon wel begonnen en ik heb eigenlijk geen joker ingevuld. Ja. Eigenlijk van de tuin voor niet zo. Ah, nee. Ja. Maar je komt gewoon een paar dagen in de week. Dat weet ik nog niet. Dat weet je al maar. Ah, leuk. Dus, ik kijk precies de echte sorry. Je hebt dus een wilg gekend, die heb je vers hout, die heb je de hele winter in het water laten staan. Ik ga door, hè. Voorjaar loopt die uit, krijgt een blad en wortels. Dan weet je dat de bast los gaat zitten. Dan is dit apparaat, dat noemen ze een schilijzer. Je duwt de teen ertussen. Trekt hem erdoor. En dan snijdt het ijzer de bast los van het hout. Hout haal je voorzichtig uit als het niet breekt. Dus je daar, je hebt een strook bast en een geschilde teen. Van de overkant komt aan het verhaal, dan denk je dat het is gewoon een spel dat ze spelen en dan je lijkt niet van het leven uit. Dus ja, ik vind het heel goed. Ik vind het leuk hoor. Ja. Ik kan natuurlijk niet anders dan dat iemand er gestaan is. En die haalt hij dan door die. Gaat nog een keer naar toe. Door dit ding. Dus dat dan. Een beetje oefenen. Dat hij dan de buitenkant van dat. Van de scherm haalt.